Ja, ook dit is een 3D-printer. Maar wel iets heel anders dan een FDM-printer die je normaal gesproken ziet. Dat is eigenlijk gewoon een computergestuurd lijmpistool. Een onderdeel wordt in laagjes gehakt, omgezet naar bewegingen voor het lijmpistool en zo laagje voor laagje opgebouwd. Vandaag laat ik je zien hoe het SLS-proces met onze EOS-printers in zijn werk gaat en hoe zo'n machine in elkaar zit. Het principe van die laagjes is hetzelfde voor zo'n beetje iedere 3D-printtechniek. Want als je een onderdeel versimpelt tot een wasdoorsnede, is het een kwestie van steeds weer binnen de lijntjes kleuren. Bij SLS doen we dat niet met een draad en een lijmpistool, maar met een poeder en een laser. Dat gebeurt eigenlijk in 5 stappen. De printer legt een laagje poeder neer en dat poeder wordt verhit tot net onder het smeltpunt. Een laser scant het dwarsdoorsnede van de onderdelen, het bouwplatform zakt een stukje, de printer legt een nieuw laagje poeder neer en het hele proces herhaalt zich. Als je op hebt zitten letten, zie je een aantal belangrijke verschillen met FDM. We hebben bij SLS geen supportmateriaal nodig om complexe features in onderdelen te ondersteunen. Daardoor kunnen we onze bouwvolumes helemaal vol nesten. Bij SLS maken we dus batches onderdelen die tegelijk worden geproduceerd. De machines die wij gebruiken worden gebouwd door EOS, maar er zijn ook andere fabrikanten. En SLS-printers zijn er in vele soorten en maten. Voor een SLS-printer heb je een aantal basiselementen nodig. Een poederdispenser, een roller of recoater, een verwarming, een scanner, een laser en een bouwvolume. Bij Parts on Demand gebruiken we de EOS P396. Die geeft ons een mooie balans tussen productievolume en precisie. Onze printers worden gevuld met poeder uit een centraal systeem. Dat poeder komt in 2 voorraadvaten. Onderin die vaten zit een doseermechanisme dat de recoater vult met poeder. Een recoater, dat is dus dit ding. Het is eigenlijk een cassette met 2 messen. Het poeder valt via het doseermechanisme in de recoater. Hij beweegt van rechts naar links, van links naar rechts en van rechts naar links. De onderkant van die messen is op een speciale manier geslepen. Daardoor wordt het poeder in de vorige laag gedrukt. Het verwarmen van zo'n laag gebeurt door deze heaters. Die zorgen voor een egale verwarming van het bouwvlak. Voor het PA12 materiaal dat wij gebruiken is dat rond de 175 graden. Wanneer een laag voldoende is opgewarmd, scant de laser de dwarsdoorsnede van de onderdelen. Dat is niet zo flitsende rode straal als je in film ziet. Door de frequentie van het licht kun je de laser met het blote oog niet zien. De CO2-laser zit achterin de machine en wordt met spiegels naar de scanner geleid. Zo'n scanner zijn 2 spiegeltjes die op motortjes geplaatst zijn. Door de positie ten opzichte van elkaar te draaien, kun je de positie van de laser op het poederbed bepalen. Dat mechanisme is supersnel, waardoor je een hele laag snel kunt scannen. Daarna zakt het platform en begint het hele proces opnieuw. En ook dat platform is best wel een slim ding. Het zit namelijk gemonteerd in een frame. En dat frame is ook gelijk het bouwvolume. Voor een EOS P396 is zo'n bouwframe 30 bij 30 bij 60 cm groot. Het voordeel van zo'n frame is dat het na het printen gelijk een mooie container is voor de poedercakes. De bodem van het frame kan los bewegen van de buitenkant en wordt vastgemaakt aan deze haken in de printer. Daardoor kan het op en neer bewegen. Zo laten we de poedercake naar ieder laagje een klein stukje zakken. Voor de volle 60 cm hoogte van de bak zijn het bijna 6000 lagen. Eigenlijk een wonder dat dat iedere keer goed gaat. Uiteindelijk zijn alle laagjes gelegd en koelt de machine af. Als we dan direct de batch uit de machine zouden halen, trekt alles krom. Een kunststof zet namelijk uit en krimpt als het warmer of kouder wordt. Daarom printen we onderdelen gemiddeld 4% groter dan ze zouden moeten zijn. Als ze dan afkoelen, krijgen ze de juiste maat. Het printen is maar 1 stapje in het proces. De poedercake die uit de machine komt, wordt uitgepakt, gestraald, gekleurd en gladder gemaakt. Daar kan ik nog uren over doorgaan. Dus meld je snel aan voor ons kanaal en klik op het belletje. Dan weet je gelijk wanneer de volgende video online is.